1938 werd Frankrijk, het land van FIFA-voorzitter Jules Rimet, uitgekozen voor de wereldbeker eindronde. Nogal wat grote voetbalnaties gaven forfait, waaronder Uruguay en ook Oostenrijk, dat toen al bezet was door het Duitse leger. In de voorronde kwam België alweer terecht bij Nederland samen met Luxemburg. Het Groothertogdom was al vlug uitgeschakeld en daarom was België-Holland op 3 april 1938 eigenlijk een formaliteit. Toch stond Antwerpen traditiegetrouw op stelte en stroomden er liefst 60.000 mensen naar de uitgebouwde Boshelm. De plichtplegingen bij de Engelse scheidsrechter Jewel werden voor België waargenomen door aanvoerder Nils Steijnen. De Belgen togen met overtuiging ten aanval en schiepen heel wat kansen. Maar toch kwam Oranje op voorsprong. Van Spaandonk verslaat doelman Badjou. In de tweede helft komt België langs zij dankzij een kopbalgoal van Rik Isenborgs. Het enthousiasme was groot en zowel Rijkswacht als hulpdiensten hadden de handen vol. In de eindronde werden de Rode Duivels meteen uitgeloot tegen het thuisspelende Frankrijk. De coach, de Brit Jack Butler, kon wel rekenen op het talent van Raymond Breinen, teruggekeerd in België na een profcarrière bij Sparta Praag. België presteerde uitstekend tegen Frankrijk, maar verloor toch met 3-1. De Belgische goal kwam weer op naam van Rik Isenborgs. België bleef zo zonder zegen in 3 eindrondes. En in de finale toonde Italië zich opnieuw de sterkste.